We staan hier in het Baaierskwartier. Dat is een nieuwe wijk die wordt gebouwd op de plek waar vroeger de Bijlmer Baaier stond in Amsterdam. En wat wij doen, dat is samen met de studenten proberen in stukjes en beetjes te ontrafelen wat maakt nou deze toekomstige wijk tot een gezonde wijk voor iedereen. Living Lab Baaierskwartier bestaat eigenlijk uit twee partijen, AMS en de Hogeschool van Amsterdam. Dus we hebben beide partijen bij elkaar gevoegd en dat noemen we het Living Lab. En de doelstelling is, als je gaat wonen in het Baaierskwartier, leef je 2 jaar langer. En met de HVA hebben we afgesproken dat we hun gaan betrekken bij het creëren van verbinding tussen de bewoners die hier straks op Bijlmer, op Baaierskwartier komen wonen. Dan kom je 1350 woningen. Van alle pluimage, dus dure koop, middendure koop, maar ook veel sociaal, studenten. En wat we belangrijk vinden is dat er dus verbinding gaat ontstaan tussen die verschillende bevolkingsgroepen. Zodanig dat ze gezamenlijk activiteiten ondernemen en dat ze ook echt het gevoel hebben van dat ze onderdeel uitmaken van Baaierskwartier. De maatschappelijke vraagstukken die wij oppakken zijn wel gerelateerd aan de ambitie gezondheid en welzijn. En dat betekent dat we dus ons altijd afvragen hoe kunnen we de gezondheid van alle bewoners in de wijk verbeteren. Welke disciplines kunnen we daarbij betrekken, maar ook welzijnsvragen. Hoe kunnen toekomstige bewoners straks hier samen, fijn, samenleven in een goede onderlinge verbinding. Hoe draagt het Baaierskwartier bij aan de doorwerking naar het onderwijs? Is natuurlijk omdat wij zoveel mogelijk studenten van zoveel mogelijk opleidingen naar het Baaierskwartier willen halen. Wij geven de gelegenheid aan alle studenten om bij ons af te studeren. Maar ook in jaar 1, 2 en 3 kunnen studenten bij ons terecht. En we proberen natuurlijk voor deze studenten een omgeving te creëren waar zij zoveel mogelijk kunnen leren van ons en van onze partners. Nou, en die samenwerking is eigenlijk een hele gelijkwaardige samenwerking. Studenten laten zien dat ze belangstelling hebben voor het Baaierskwartier, dat ze die ambities ook heel interessant vinden. En dan zoeken we samen naar een hele specifieke onderzoeksvraag waar zij vanuit hun discipline op in kunnen gaan. Wat ik eigenlijk heel interessant vind aan het afstuderen binnen het Baaierskwartier is dat het vooral een nieuwe wijk is. En normaal heb je een opdrachtgever die heeft een probleem en daar moet je mee aan de slag. Maar in dit geval is er nog geen probleem, want de wijk is nog niet echt lopend. Dus dan is het vooral kijken naar wat kunnen we eigenlijk realiseren binnen het Baaierskwartier. Waardoor alles gewoon flexibel verloopt en waardoor mensen bijvoorbeeld in dit geval gemotiveerd zijn tot ontmoeten. Door in zo'n Living Lab te werken leer je vooral heel erg out of the box te denken. En je krijgt heel erg de kans om ook innovatief na te denken, omdat er natuurlijk geen probleem is. Probeer je eigenlijk gewoon nieuwe concepten te bedenken wat de bewoners dan gaat stimuleren om initiatief te nemen. Ja, nou, wat ik vooral heel inspirerend vind aan het afstuderen binnen het Living Lab als het Baaierskwartier is dat eigenlijk onderwijs en praktijk samenkomen. We hopen over een paar jaar, als de bewoners hier daadwerkelijk zijn, dat ze ons allemaal kennen. En dat wij samen met die bewoners onderzoek doen om de buurt nog mooier en nog beter te maken. Dat zou prachtig zijn. En het zou ook mooi zijn, we zijn begonnen op het terrein gezondheid, maar we kijken ook naar andere gebieden zoals duurzaamheid, inclusie. Nou, kunnen we ons onderzoeksprogramma samen met die bewoners verbreden en verfraaien? Dat zou geweldig wezen.